Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Het is weer tijd om een aandeel te gaan bekijken, te analyseren en een waardering te gaan maken om te zien of het bij de huidige koers ook een interessant aandeel is. Vandaag een aandeel dat dit jaar al meer dan gehalveerd is, maar wat wel actief is in heel veel interessante sectoren, zeker ook voor de toekomst. En dat aandeel is Nvidia met tickersymbool NVDA. En dit aandeel wordt de laatste tijd al vaker besproken, al vaker geanalyseerd op YouTube. Maar ik denk dat het tijd is voor een betere analyse. Laten we dan beginnen ten eerste met de grafieken en het aandeel NVIDIA te gaan vergelijken met de concurrenten. En dat kunnen we hier goed zien in uh, Google Finance. Daar hebben we in ieder geval een betere, mooie grafiek. En ik zal even naar boven scrollen, zodat we ook zelf beter alles kunnen zien waarmee we het vergelijken. We hebben NVIDIA, de donkerblauwe lijn, vergeleken met AMD. Intel en de S&P 500. ze dus zijn allemaal deze bedrijven een beetje in dezelfde sector bezig. Al zijn ze niet allemaal dezelfde type bedrijven. Nvidia is natuurlijk vooral bekend om grafische kaarten. Doet volgens mij niks met, uh, met processoren bijvoorbeeld. AMD is het een beetje van allebei. Intel doet juist vooral processoren. Dus we kunnen vooral zien dat natuurlijk de S&P is ook al gedaald dit jaar. Uiteindelijk zo'n 18,5%. Maar andere bedrijven zakken veel harder. Is ook wel te verwachten van dit soort type bedrijven, natuurlijk. Um, maar Intel, bijvoorbeeld, min 43%. AMD, bijna min 48%. Maar degene met de meeste daling is toch wel Nvidia, zoals gezegd, meer dan gehalveerd de jaar. Min 55% al. Kijk dan even specifiek naar de, naar de grafiek van Nvidia. In de laatste vijf jaar een beetje. Dan zien we eigenlijk. Ja, vanaf 2016-17 een flinke stijging, in 2018 tot eind 2018, toen ze de 70 dollar aantikte. Dit is vooral natuurlijk ook gestuurd door de crypto hype die er op dat moment was. Die werd toen wel een beetje voorbij, daalden ze weer. Tot in 2020 ze dat opnieuw dat punt bereikte, net voor de coronacrisis. Ook toen kreeg het een tik. Wel weer hard gestegen dat jaar. Ik denk ook vooral veel mensen die tijd hadden, veel gingen gamen bijvoorbeeld. Dat was vooral denk ik 2020. In 2021 zien we ook dat de koers hard stijgt naar uiteindelijk bijna 350 dollar. En ook deze stijging werd denk ik vooral Gecombineerd denk ik crypto aan de ene kant en nog steeds de vraag naar producten vanuit gaming aan de andere kant. Misschien ook al datacenters bijvoorbeeld. Daar ging de koers hard op omhoog. Maar dit jaar dus um, eigenlijk nog meer dan gehalveerd sinds het hoogtepunt in 2000, uh, november 2021 was het. Want pakken we een beetje die piek rond de 346 naar de koers van nu. Dan zien we al een daling van wel liefst 60%. Dus best wel wat ontwikkelingen over de lange tijd. Dit jaar vooral in de laatste maand hebben we wat nieuwsberichten die wat negatiever zijn. En ook daar zien we eigenlijk alweer een, ja, een flinke daling op gebeuren. Kijken we het eerste nieuwsbericht van ja, net, net wel net, geen maand geleden. Uh, Nvidia verlaagt omzetverwachting door dalende vraag naar videokaarten. We lezen het ook, Nvidia stelt de omzetverwachting bij, naar beneden bij voor het afgelopen kwartaal met 17%. Dus best wel een behoorlijke omzetverwachting. Dat is ook de reden dat ze hem natuurlijk zo van tevoren al aankondigden. Want het was eind augustus dat de kwartaalcijfers kwamen. En Video schrijft dat de verkopen van videokaarten daalden vanwege economische tegenwind. Waardoor consumenten minder uitgeven. Naast de lagere verkoop investeerde NVIDIA ook in prijsbe prijsbepalingsprogramma's van verkooppartners. Daar gaan we zo meteen nog naar kijken. Dat is om de prijzen van videokaarten te verlagen. En ze zeggen dat dat. Is dat ze die actie hebben genomen om de prijzen en voorraden aan te passen vanwege de dalende verkopen? En het heeft er ook een beetje mee te maken, tenminste, dat willen ze je meegeven. Dat later dit jaar de nieuwe uh, grafische kaarten komen, de RTX 40 Serie. En dat ze ja, die waarschijnlijk beter zijn, maar tegelijkertijd ook. De voorraad van de huidige kaart een beetje weg willen werken op die manier. Dan was er afgelopen week nog een nieuwsbericht van Nvidia en AMD die vanuit de overheid in Amerika bepaalde uh, GPU's niet meer mochten exporteren naar China en naar Rusland. Nvidia heeft van de Amerikaanse overheid een verbod gekregen op bepaalde AI-GPU's nog te gaan leveren aan Chinese bedrijven. De GPU's zouden volgens de Amerikaanse overheid voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. En ook concurrent AMD heeft zo'n soortgelijk uh, verbod ontvangen. Nou, dat kwam op 26 augustus en had voor Nvidia-niveau betrekking op de A100 en de H100 uh, datacenter GPU's. Die ze dus niet meer mochten exporteren naar China en naar Rusland. En dat is een, ja, had impact op de koers. Als je gaat kijken, ze schat het in dat het ongeveer 400 miljoen geloof ik per kwartaal is. En dat betekent ongeveer 5%. Wat betreft de omzet van afgelopen jaar. Dus het is best wel een redelijke impact op de omzet, maar niet super groot 5%. Maar wat we hier ook lezen, is dat het verbod kan volgens Nvidia wel de verdere ontwikkeling van de h 100 GPU's in de weg staan. Dus misschien is dat juist dat ook wel weer een negatief. Dat het niet zozeer die 5% omzetverlies is, maar dat het juist ook omzet in de toekomst gaat kosten, omdat ze misschien niet meer kunnen ontwikkelen of de markt afneemt, of ja, verschillende redenen die dat kan hebben, die vooral ook impact hebben, dus in de toekomst. En wat we eerder al zagen in het nieuwsbericht, wat ze toen aankondigde, zagen we gisteren definitief worden, en dat was dat NVIDIA verlaagde de prijzen van verschillende uh, RTX 30 Serie uh, GPU's. Uh, Verlaagt na nou, eerdere hints op prijsverlagingen tijdelijk de prijzen van de drie krachtigste videokaarten in de 30-serie. Het gaat hier dan om drie kaarten. En ik heb er even een tabelletje van gemaakt, dan zien we de, uh, ja, iets duidelijker wat er is gebeurd. Dit zijn de drie krachtigste kaarten die ze op dit moment aanbieden. Dit waren de oude adviesprijzen, bijvoorbeeld van de 3090 Ti Founders Edition gaat het trouwens over. 2249 euro was het eerst, 1329 euro is nu de adviesprijs, oftewel 920 euro van die adviesprijs af, oftewel een daling van bijna 41 procent, behoorlijke daling. En ze zeggen dat het nu een tijdelijke verlaging is. Uh, ik denk dat het vooral ook wat we eerder zagen te maken heeft. Tegenvallende cijfers, voorraden die ze misschien niet kwijt krijgen tegen die oude prijzen, dat ze daar dus nu voor zorgen met lage prijzen, dat ze in ieder geval dat nog wegkrijgen omdat nu de vraag naar die producten er niet is. En ten tweede, aan het einde van het jaar waarschijnlijk dus die nieuwe serie komt. En zo zien we dus vooral de laatste maand weer wat negatieve berichten komen. Veel negatieve nieuwsberichten. Maar is er dan alleen maar negatief nieuws? Nee, zeker niet. Zeker als we gaan kijken naar hun kwartaalcijfers... kunnen we daar ook nog best wel veel positieve dingen uithalen, denk ik, voor de toekomst. Maar voordat we die cijfers gaan bekijken... wil jij beginnen met beleggen en ben je op zoek naar een broker? Kijk dan naar de Giro of naar Bucks... Beide brokers hebben op dit moment ook acties voor nieuwe klanten, dus maak gebruik van mijn link onder de video. Zo ontvang ik een kleine vergoeding zonder dat dit jou iets extra's kost, maar jij kan wel gebruik maken van die actie via mijn link. En laten we dan gaan kijken naar die laatste kwartaalcijfers en die komen van 1 september 2021, dus eigenlijk een week geleden wat het ongeveer was. En um, ik sta net een beetje in het verkeerde beeld misschien. Um, maar gaan we kijken wat daar opvalt. Een paar highlights uh, die ik eruit op heb gelicht. Bijvoorbeeld, um, ze zeggen het zelf, de totale omzet is wel toegenomen met 3% jaar op jaar. Uh, maar het was dus lager dan die 8,1 miljard die ze eerst voorspelden. Ze kwamen dus ook met die waarschuwing, 17% lager. Dat kwam het uiteindelijk ook uit op 6,7. Dus best wel ja, 1,4 miljard in één keer je omzet aanpassen is best wel een behoorlijke behoorlijke verandering en dat verklaart natuurlijk ook wel waarom de koers daarop reageert. We zien ook wel wat wel goed is dat het datacenter dat dat segment is gegroeid met 61% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl juist gaming is gedaald met 33%, uh, 33 ten opzichte van een jaar eerder. Kijken we meer dingen die ons opvallen, bijvoorbeeld de financiële cijfers. Dan zien we de omzet 6,7 miljard, dus, zoals gezegd Iets meer dan een jaar geleden, maar 19% lager dan een kwartaal geleden. En dat wordt vaak ook wel bekeken. De gross margin, ook die komt uit op 43,5%, is best wel goed. Maar zowel... Minder dan een jaar geleden als minder dan een kwartaal geleden. Dus de marge heeft daar wel onder te lijden. En dat vertelt zich uiteindelijk ook terug in de netto-inkomen. Uh, Oftewel de netto-winst of de winst per aandeel. Die komt ongeveer zo'n 70 of 60 procent lager uit dan een kwartaal of een jaar eerder. Dus daar wordt vooral naar gekeken. Dus het is de combinatie van min en minder omzet. En lagere marge die er gewoon voor zorgt dat het bedrijf dus de laatste tijd, het laatste kwartaal, een stuk minder winstgevend ook is geweest. Kijken we naar verschillende sectoren, verschillende segmenten in de omzet die ze hebben. Dan is dat bijvoorbeeld datacenters, zoals we net al zagen, een behoorlijke plus. 61% year over year, maar ook 1% per kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal. Dus dit wel een behoorlijke stijging in het laatste jaar. Maar het laatste kwartaal zien we daar dan juist weer dat die bijna stilvalt, die groei is dus misschien wel iets om uit te zoeken waarom dat is of dat ook in de toekomst zo is. Um, we gaan zo meteen nog een sheet zien die op zich wel positief is, denk ik. Kijken we naar gaming, dan zien we daar dus een flinke daling van 33% ten opzichte van vorig jaar. En zelfs 44% daling ten opzichte van een kwartaal eerder. En ook hier spreken ze weer over dat programma dat ze hebben met hun partners. om prijzen op dit moment te verlagen. Channel partners noemen ze dat. To adjust pricing to price position current high-end desktop GPUs ahead of the new architecture launch. Ook hier hebben ze telkens dat ze dat nu bijstellen. omdat er een nieuwe serie aan komt. Ik denk dat het vooral ook impact heeft. dat de crypto-markt nu. Ja, Helemaal eigenlijk wegvalt met de huidige koers, het is het een stuk minder interessant geworden om te minen. Dus vooral die vraag naar deze kaarten valt weg. En ze willen gewoon samen zelf, maar misschien ook met hun partner zorgen dat die voorraad weg is. Dat gaat eigenlijk alleen maar als de vraag er niet is. door de prijs te verlagen. Om te zorgen dat die vraag wel weer op gang komt. Wat ze wel telkens zeggen, en wat ook zeker wel een positief punt is. 15 van de top 15 meest populaire grafische kaarten op Steam. Dat zijn allemaal uh, Nvidia GeForce en uh, GPU's. Dus het geeft wel aan hoe sterk het merk is, hoe populair de producten zijn. En hier hebben ze het vaak over gaming. Maar ik denk dat we vooral dan moeten kijken naar grafische kaarten. En die worden aan de ene kant gebruikt door gamers. En aan de andere kant gebruikt door crypto miners. Gaan we verder kijken, dan komen we bij een sectie uit van automotive, oftewel de automobielindustrie. G, uh, Nvidia is daar heel sterk mee, heel druk mee bezig. Om daarvoor ja, te zorgen voor de artificial intelligence, zelfrijdende systemen. Camera's op auto's hebben heel veel dingen die ze tegenkomen. En het zijn vooral hun GPU's, bijvoorbeeld. Hun producten die al die data verwerken. En ook weer visueel in beeld brengen, eventueel. We zien daar ook een behoorlijke stijging: 45% in de plus ten opzichte van een jaar eerder. 60% in de plus ten opzichte van een kwartaal eerder. Komen we dan verder een sheet tegen met de core business. En wat hier vooral interessant is. Zie je eigenlijk de verschillende onderdelen van Nvidia. Maar je ziet ook het percentage van de omzet van vorig jaar. Gaming was dat 46%. Dus bijna de helft komt uit gaming, en dus ook eigenlijk cryptocurrencies. Gevolgd door 40% uit datacenters. Ook datacenters zijn al een heel groot onderdeel. En we zien ook dat dat nog heel erg sterk groeit. Dan komt er Professional vis Visualization. Um, heel veel grafische producten zijn dat vooral. Um, we hebben hier 90% market share en denk vooral producten met fotobewerking, video, 3D dingen. Dat komt daar heel veel in terug. En dus de automotive zien we heel hard groeien, maar dat is wel nog maar 2% van hun omzet. Vooral is echt iets voor de toekomst. Kijken we nog even verder, dan zien we ook een verspringing eigenlijk van... Uh, Fiscale jaar, eerste helft 2022, dat is hun boekjaar, maar dat is anders dan een kalenderjaar. Dat ging juist over vorig jaar. En 23 is waar ze het nu over hebben. Dan zien we dat vorig jaar gaming 48% was, gevolgd door data met 36%. En nu, dit eerste half jaar, zien we dat gaming nog maar 38% is. En dat data inmiddels 51% is. Dus een behoorlijke verschuiving al in hun business mix, zoals ze dat noemen gaan we verder nog kijken naar datacenter waar ik het eerder over had. Dat is echt iets wat hard groeit en ik denk ook zeker nog toekomst heeft want als je gaat kijken welke grote cloud providers gebruik maken van de Nvidia producten, dan zijn dat eigenlijk alle grote aanbieders. We zien Alibaba, Amazon, Microsoft, Baidu, Google, IBM, Oracle, eigenlijk alle grote namen met en vooral dus Amazon, Microsoft en Google. Maken allemaal gebruik van hun producten. Dus dat is denk ik wel een sector die ook de komende jaren nog hard zal groeien. En waar um, ja, ook de product van Nvidia. Daar zijn ze al heel erg goed bezig en ik denk ook wel dat dat de komende tijd nog zeker zal zo blijven. Laten we dan het aandeel verder bekijken en analyseren. En dat doen we via Beleggertools, de website die ik heb gemaakt, die jou kan helpen om aandelen te ontdekken, onderzoeken en te waarderen. Op dit moment heb ik ook een actie, maak gebruik van de actiecode hieronder om 25% korting te krijgen. Dat betekent dat je een jaarabonnement nu voor nog geen 90 euro hebt. En als je een jaarabonnement hebt, heb je behalve onbeperkt toegang tot de tools. Krijg je ook toegang tot de community, zodat je kunt sparren met andere beleggers. En ook samen je onderzoek en je waardering kan maken. Maar laten we beginnen met het overzicht. Dan zien we dat het een bedrijf is met een beurswaarde van 335 miljard. Dus best wel behoorlijk. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het meer is geweest het afgelopen jaar. Want het koersverloop, het laagste punt in de laatste 52 weken, lag op 132, 133 dollar. Dat is ongeveer waar we nu zitten. We zitten dus nu ongeveer op het laagste punt. Het hoogste punt was die 346 die we eerder zagen in november afgelopen jaar. We zien dat de PE op dit moment 36 is. Ze hebben wel een behoorlijke bruto marge van 60%, een netto marge uiteindelijk van 27%. Dus dat ziet er allemaal wel best wel goed uit. Zien we ook terugkomen als we gaan kijken naar de checklist. Er zijn eigenlijk maar een paar punten die rood oplichten, oftewel waar extra aandacht naartoe moet. Dat is de PE ratio en de price to free cash flow die hoger is dan wat ik zou willen. Dividend, ze keren ook dividend uit, zo'n 5% vanuit zijn free cashflow, dus dat is goed, dat kunnen ze volhouden. We zien dat de laatste vijf jaar het aantal aandelen wel eens toegenomen, maar niet met heel veel. Het zal dus denk ik vooral komen door um, vergoedingen voor personeel bijvoorbeeld. Um, het is niet zo dat ze, en dat is misschien ook wel jammer, dat ze geld op hebben gehaald, juist toen de koers heel hoog stond door extra aandelen uit te geven, maar dat ziet er in ieder geval goed uit. En zeker als aandeelhouder is dat ook prima dat je niet... Wordt verwaterd in de aandelen die je hebt. Omzetgroei uh, de laatste vijf jaar: 177%. Winstgroei neemt harder toe, dat is positief. 220%. En de free cashflow op 180%. De winst: is die hoger dan 10%? Jazeker, die komt uit op 26% in de laatste uh, 12 maanden. Schuld: dat hebben ze wel, maar niet heel veel. Ongeveer een schuldratio van uh, 0,5. Ze kunnen het dan ook makkelijk aflossen, al die schulden die ze hebben als ze de free cashflow van iets meer dan anderhalf jaar zouden gebruiken, dus dat ziet er allemaal best wel positief uit en dan zeker ook in de huidige markt, waarin rentes omhoog gaan, waar schuldenposities dus best wel negatief zijn, wil je niet een bedrijf kiezen wat te veel schuld heeft en dat is dus ook zeker niet het geval bij Nvidia. Als we naar beneden scrollen zien we dus nog verdere dividend. Is niet heel veel, maar het is in ieder geval wel een dividend dat ze hebben. En het groeit ook de laatste vijf uh, jaar met gemiddeld zo'n 17% per jaar. En ook de scores van Altman Z en Piotrowski zien er gewoon goed uit. Dus de financiële positie van het bedrijf is ook best wel goed. Kijken we dan even naar de cijfers. We hebben straks al even de laatste kwartaalcijfers gekeken. Maar als we nu gaan kijken, wil ik vooral even kijken naar de jaarcijfers. En dan vooral. De, de ontwikkelingen in de laatste 5-6 jaar eigenlijk. Uh, we moeten vooral rekening houden dat hun boekjaar dus net iets anders is dan een kalenderjaar. Dus we hebben hier in deze tijd ergens de crypto-hype gehad toen eind 2017, begin 2018. Nou, die zien we bij hun terugkomen in 2018 in die cijfers. Dat zien we ook, we gaan van 7 miljard omzet in één keer naar 10 miljard. Dan blijft het een beetje zo rond die 10, 11 miljard hangen. En dan komt corona, dan krijgen we in één keer een boost naar 17 miljard. En vorig jaar onder andere door crypto dus in één keer een omzet van 27 miljard. Dus behoorlijke stappen die ze telkens maken. En waar we het eerder dus over hadden, dat verbod nu op bepaalde producten met ongeveer 400 miljoen impact per kwartaal, 1,6 miljard per jaar. Op de laatste cijfers is dat 5%. Vallen we misschien terug naar die cijfers van voor corona, dan wordt het in één keer wel een behoorlijke impact. Dus dat is wel iets wat je mee kunt nemen in het verdere onderzoek. Laten we ook even de grafieken kijken om vooral wat meer ja, visueel duidelijkheid te krijgen. Uh, de aandelenkoers, we hadden hem straks in de laatste vijf jaar, dat zien we hier ook. Uh, als we hem iets uitzoomen zie je eigenlijk beter de stijging vanaf 2015, 2016 tot de hype van crypto in 2018. Toen ging het verder weg. En juist de laatste tijd een harde stijging, ook een flinke daling dus meegemaakt. PE-ratio op dit moment, laatste kwartaal, best wel hoog. Um, heeft dus vooral te maken met de waardering ten opzichte van de winst. De winst die vooral een stuk terugviel. Maar de laatste tijd zien we wel een beetje oplopen. Van in het begin, tien jaar geleden, rond de 20, naar de laatste tijd zo misschien een beetje 50 tot 60. Misschien ook wel iets wat we straks mee kunnen nemen in onze waardering die we gaan maken. We zien duidelijk ook die dingen terugkomen van omzet. Dat is ook meteen de winstgevendheid die in die tijden um, oploopt. En nu de laatste tijd dus juist afloopt. We zien hier de operating income juist afnemen de laatste paar kwartalen. We zien dat specifiek in deze tabel nog duidelijker. Want dan zien we alleen de netto winst die juist hard is gestegen vorig jaar. Maar nu ook heel hard is gedaald afgelopen kwartaal is het eigenlijk dat we bekijken. De marges dan die we eerder al zagen. Over het algemeen best wel goede marges in een stijgende lijn. Maar vooral de laatste paar kwartalen zien we ze onderuit gaan. Dat is dus vooral in combinatie met afnemende omzet. En ook nog slechtere marges, zorgt er gewoon voor dat de winstgevendheid hard achteruit gaat. Kijken we naar de cashflow, dan zien we dat ze behoorlijk wat geld uitgeven aan capital expenditures. Maar alsnog heel veel geld ook nog steeds overhouden. Dus de laatste jaren investeren ze volop. En daar hopen we natuurlijk de komende jaren ook profijt van te hebben. Maar tegelijkertijd houden ze nog steeds na die investeringen ook veel geld over om bijvoorbeeld aan uh, aandeelhouders uit te keren. En kijken tenslotte naar de cashpositie die ze hebben. Nou, we zagen het straks eerder al. Ze hebben een positieve cashpositie. En ook in het laatste kwartaal komt die uit op net geen 10 miljard. Dus het is in ieder geval niet zo dat de schulden een probleem gaan zorgen voor dit bedrijf. Kijken dan heel even naar de transcripts en dat zijn dus de, um, de besprekingen die ze hebben gehad na afloop van die laatste earnings call, die laatste kwartaalcijfers. Want wat we niet echt tegenkwamen in die kwartaalcijfers, in die rapportage, was het woord crypto. Dat valt dus zoals gezegd onder het onderdeel denk ik van uh, gaming. Maar we zien hier het, tijdens dit gesprek dat daar wel over wordt gesproken. Ten eerste zien we ze hier verwijzen naar het, uh, het nieuwsbericht, nieuwsbericht van 8 augustus. Waar ze toen zeiden dat de omzet tegen ging vallen. En vervolgens zeggen ze wel dat ze in het vorige kwartaal iets hebben opgemerkt. En dat is dat de cryptocurrency wel een impact heeft op de omzet. Maar dat ze niet precies konden zeggen wat die impact was. Nou, uiteindelijk wordt er hier nog meer over gesproken. Dat kun je ook allemaal teruglezen. Zijn er analisten die vragen stellen? En uiteindelijk zeggen ze ergens van. We denken dat in ieder geval het onderdeel gaming zo'n 5 miljard um, aan omzet zou moeten hebben... als we crypto ja, niet zwaar meewegen of niet helemaal meenemen. En dat is een best wel behoorlijk verschil, want dan gaan we kijken... vorig jaar, toen kwam daar 12 miljard uit dat onderdeel. Dus dat betekent dat er een groot gedeelte of meer dan de helft toen... uit crypto gerelateerde producten kwam misschien wel. Zodat we de komende tijd, als de cryptoprijzen laag zijn zoals ze nu zijn... als er weinig vraag is... Um, dat zal waarschijnlijk ook zo blijven aan de ene kant, omdat er nu lage prijzen zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Ethereum, die van. Uh, proof of stake naar proof of work, of net andersom moet ik zeggen, gaat veranderen. Zorg er gewoon voor dat er minder vraag komt naar deze mining producten. Dus dat is in ieder geval iets rekening waar we rekening moeten houden in de waardering van het aandeel en ook in jouw onderzoek. Dus. En een laatste punt van waarom de koers de laatste tijd is gedaald, kunnen we denk ik zien bij analisten. Nou, ten eerste kunnen we wel zien dat het laagste koersdoel ongeveer de koers van dit moment is. Het gemiddelde koersdoel komt uit op 244 dollar. Ik weet niet of daar alle laatste cijfers al in zijn meegenomen. Maar wat we hier vooral zien, en dat lijkt een beetje we zien twee keer 2022, dat heeft te maken met hoe zij rapporteren en welk jaar we zitten. Maar wat we vooral hieruit kunnen opmaken, is dat dit jaar de omzet zelfs in het beste geval door analisten lager wordt geschat dan afgelopen jaar. En dat verklaart natuurlijk ook waarom de koers is gedaald. Als de omzet daalt, de winst daalt. Dat ziet het er gewoon allemaal heel negatief uit op de korte termijn. Alhoewel, op de lange termijn zien we dan wel weer dat het gaat toenemen, dat analisten positief zijn. En ook voor de jaren daarop zien we wel positieve um, analyses, verwachtingen. Dus dat is wel iets wat we mee kunnen nemen. En de laatste um, gene-analyst, die heeft ook het laagste koersdoel van 133 op dit moment. Dat is dus degene na de, de laatste kwartaalcijfers. Maar laten we vooral ook zelf even een waardering gaan maken... Voor het aandeel en om die waardering te maken zie je hier mijn verwachtingen. In ieder geval op basis van wat ik nu een beetje denk op de informatie die ik tot nu toe heb. Gaan we, het is trouwens een, een analyse voor de komende vijf jaar. Ook wel belangrijk. Een omzetgroei van 7, 14 of 21 procent. 7 procent is een beetje het negatieve van wat analisten verwachten. 21 procent is een beetje het positieve van wat ze verwachten. Wat het, ja, waar het waarschijnlijk op gaat uitkomen, denken ze. Maar dat is ook een beetje het. De gemiddelde groei van de laatste 10 jaar. Ik denk niet zozeer dat we naar het laatste jaar of zelfs de laatste paar jaar moeten kijken. Want dat werd erg getriggerd, erg omhoog gepoest. Vanwege crypto bijvoorbeeld, waar we echt heel veel terugval zien. Alhoewel, zoals straks ook gezegd, er zijn wel heel veel sectoren die zeker nu al groot zijn. Maar ook zeker nog potentie vertonen in de toekomst. Vandaar dus deze cijfers. De netto winst dan 24, 27 en 30 procent. Um, ook wederom niet zoals vorig jaar, omdat dat een veel te goed jaar was. We zien nu al de marges onder druk staan. Dus laten we vooral teruggaan een beetje naar het oude gemiddelde. Ik denk ook zeker dat ze dat wel vast kunnen houden. Hetzelfde geldt voor de free cashflow marges trouwens. Geplaatste aandelen 3, 2 en 1% erbij. is een beetje iets meer dan wat ze de laatste tijd hebben gedaan. Maar ja ik denk dat ze wel af en toe, al zou het maar vanwege opties die ze geven. beloningen aan personeel. Dividendgroei neem ik even niet mee. Um, ik weet niet waar hun prioriteit de komende tijd ligt... en het is toch wel niet zo'n heel groot dividend... dan komen we aan bij een P.E. multiple, nu dus 36. Ik ga uit van 15, 20 en 25 na die vijf jaar dus. En dat is op basis van aan de ene kant de groei die ze al hebben laten zien... maar ook aan de andere kant de groei die ze eventueel nog kunnen laten zien. Zeker onderdelen zoals met die auto's, AI, dat soort dingen... Kan heel groot worden, vooral in de komende jaren. Misschien niet in de komende drie, maar in de komende tien jaar denk ik zeker wel dat er heel veel vraag gaat komen naar die producten. En dat zal dus ook, als dat potentie heeft, zal dat zich ja, uiteindelijk vertonen in een hoger PE ratio. Gewenst rendement van 12%, wat ik meer risico loop om een eigen aandeel te kiezen. Groei na de analyseperiode van 3%. En als we dan kijken naar analyseren en naar beneden scrollen, dan zien we dat we uitkomen. In de bull case tussen, ja, laten we zeggen 90 dollar gemiddeld. In de base case 50 tot 60 dollar. En dus zeker niet de koersen die we nu zien, want dat is bijna het dubbele. Zou je ook wel terug kunnen vertalen als je kijkt naar het PE-ratio, dat eigenlijk nog misschien al moet halveren, wil het een beetje interessant zijn. Maar mogelijk heb je andere verwachtingen. Zou je willen denken dat na een Groeiperiode dat het 4 of misschien wel 5 procent moet zijn. En ben jij tevreden met 10% gewenst rendement per jaar? Als we dan gaan analyseren, ziet het er wat anders uit. Ziet het in ieder geval in mijn situatie nog net niet interessant genoeg uit om het nu te kopen in de bull case... Maar ga vooral dus ook zelf aan de slag. Doe zelf je onderzoek en maak ook zelf je waardering via beleggertools of neem een abonnement als je onbeperkt toegang wil hebben tot de tools. En gebruik wilt maken van de community om daar te sparren met andere beleggers. Komen we daarmee aan bij de conclusie van deze video. En dat is denk ik wel dat we kunnen zeggen dat het aandeel al is gehalveerd. Maar dat het misschien nog wel een keer zou moeten halveren om interessant genoeg te zijn. Om ook het gewenste rendement te behalen. Natuurlijk, het is een bedrijf wat nu hard wordt afgestraft. Maar tegelijkertijd ook een bedrijf wat in heel veel interessante sectoren bezig is. Waar het een goede positie heeft en dat het sectoren zijn waarvan ik denk dat het de komende jaren ook. Ja, dat die gaan groeien, dat er steeds meer omzet en dus ook winst uitkomt uit dat soort sectoren. Maar dat is dus mijn verwachting en mijn kijk op NVIDIA. Laat ook vooral weten wat jij denkt van het aandeel en van de waardering, en doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.